Hoi en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is vandaag woensdag 3 maart en ik heb vandaag een hele speciale dag. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. Er is één ding echt heel bijzonder en ik wil dat gewoon vastleggen, dus ik neem jullie mee. Ik heb zo eerst rijles op therapie en om 2 uur ga ik een tatoeage zetten. Oh! Mijn allereerste. Als ik hem heb en hem dus kan laten zien, zou ik de betekenis en alles erachter zetten. Heeft nou ook meerdere betekenissen. Maar ik heb heel veel zin in deze dag. Ik ga nu even lekker ontbijten en ik neem jullie lekker mee vandaag. Ik ga lekker havermoutje maken. Deze keer met een appel. Dan heb ik dit. Normaal doe ik er bij appel altijd wortel door, want dat vind ik lekker, een soort carrot cake. Alleen die hadden we nu niet. Dus nu heb ik er ook gewoon courgette bij gedaan. Ik doe eigenlijk altijd groente door mijn havermout. En dat is niet gestoord, maar gewoon omdat het vult en omdat het het lekkerder romig maakt. Niet mooi, maar wel heel lekker. En ik heb een beetje haast, dus... Ik vind die tattoo zetten echt best wel spannend, want het is mijn allereerste en ik weet niet hoe het voelt. En ik ben gewoon bang dat het pijn doet. En ik ben heel bang dat ik zo doe en dat hij dan uitschiet. Gebeurt natuurlijk niet, maar dat is gewoon een angst. Maar ik wil deze tattoo echt al heel lang. Maar dat verhaal ga ik allemaal aan het eind van de video vertellen. Maar ik kan echt niet wachten. En ik heb zo rijles, want ik moet 9 maart afrijden. Dus dat is ook heel leuk. Ik heb zo therapie, dus dat is ook heel fijn. Helemaal fijne dag. Oké, ik heb me even omgekleed. Dit is wat ik aan heb. Deze is van H&M. Monkey Ketting My Jewelry. Broek is van District. En gewoon mijn Vans Old School. Het is 1 uur en over een half uurtje gaan wij naar de tattoo shop. Ik ben echt heel benieuwd hoe die wordt. En het is mijn allereerste tattoo, dus ik weet niet wat ik moet verwachten. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Ik hoop dat ik daar mag filmen. Ik ga het vragen en zo niet. Dan ga ik gewoon foto's maken en die hierin zetten. Maar ik ben echt heel benieuwd. Let's go. Ik heb hem dus en ik kan het gewoon echt nog niet geloven dat ik hem nu echt heb. Ik heb hem laten zetten bij de inktfabriek in Breda door Nikki. Ik wil en de inktfabriek en Nikki echt heel erg bedanken. Want echt, ik ben zo blij met hoe die geworden is en hoe mooi die is geworden. En het waren echt super lieve mensen en ik voelde me gewoon fijn daar. Het was super grappig, want ik zei, mag ik je filmen? Dat mogen. En toen zei ze, ja, hier heb je me. Of toen zei ze van, ja, als jij op Insta zet. Dus dat vond ik echt super grappig. En natuurlijk wil ik dat. Het is, ja, hij zit nu nog in folie, maar over ongeveer 1,5 uur of zo mag hij eraf. Maar ik denk dat ik hem gewoon nog even laat zitten, want dan weet ik het zeker. En ik kan gewoon echt nog niet geloven dat hij nu op mijn lichaam staat. Serieus. Waarschijnlijk word ik morgen echt wakker en dan denk ik, oh my god. Omdat ik me nu gewoon niet besef. Maar echt, ik ben zo blij. En ik moet hem nu 3 tot 4 weken ongeveer iedere dag, 3 keer per dag insmeren. Maar ik ben echt mega blij mee. Echt. Deze dag is echt top. Gewoon. Ik kijk al zo lang naar uit. Ik kan het 100 keer blijven zeggen, maar het is gewoon echt zo. Ik heb net mijn nagels gedaan. Ik ben nu even aan het editen. Ik zat de video aan het editen. En ik zag dat ik met mijn blije kop helemaal was vergeten waar die tattoo nou eigenlijk voor staat. Ik heb ook inmiddels het spul eraf gehaald. Het ziet er nu zo uit. Ik vind hem echt zo vet. Maar waar die voor staat. Hij heeft 4 betekenissen ongeveer, soort van. Namelijk, er staat TMRW. En iedere letter daarvan is de eerste letter van de gezinsleden van de rest van mijn gezin. Dus ik sta er zelf niet op, maar de rest wel. En TMRW is ook de afkorting van tomorrow. En ik zei altijd tegen mezelf, waarom zou ik het morgen doen als het ook vandaag kan? Waarom zou ik alles naar morgen uitstellen als het ook vandaag kan? Dat heeft mij, die zin heeft mij in mijn herstel echt mega erg geholpen. Als soort van doorzetten van,
waarom zou je het uitstellen naar morgen als je het ook vandaag kan doen, zeg maar. En morgen staat voor de toekomst. En ik vind de toekomst zoiets moois. Dus dat zijn zeg maar de drie betekenissen soort van ervan die ik zelf echt heel mooi vind. En nog twee bijzondere dingen erbij zijn dat ik hem heb ontworpen op vakantie in Kroatië. En die vakantie heeft heel veel met mij gedaan in herstel. Qua herstel van dat toen echt soort van de knop omging. En ik heb hem op mijn verjaardag gekregen toen we op vakantie waren in Bonaire. En die vakantie die heeft echt soort van een punt achter mijn herstel gezet. Dus dat vind ik ook allebei echt heel erg bijzonder. En ik ben er gewoon zo super mega blij mee dat ik hem nu echt heb. Want ik moest heel lang zeuren over een tattoo. En toen mocht ik hem eigenlijk. En toen gingen de tattoo shops dicht. Dus ik ben nu echt heel blij dat ik hem op mijn lichaam heb. En ik vind hem ook echt mooier, had hij niet gekund. Hij is gewoon precies zoals ik hem in mijn hoofd had. Maar ik wilde dit voor mezelf sowieso echt heel graag vastleggen. Omdat dit gewoon even een speciaal momentje is. Dus ik dacht, ik ga het gewoon filmen en ik kijk wel. Dus ik hoop dat jullie, als jullie hier nog kijken, dat jullie het een leuke video vonden. Als jullie trouwens nog video-ideeën hebben, laat me zeker even weten. Ik ben met één video bezig. Maar die komt over een aantal dagen pas online, want dan moet ik heel lang voor filmen. Maar als jullie nog andere ideeën hebben, laat me zeker even weten hieronder in de reacties. Vergeet niet een duim omhoog te doen en te drukken op dat mooie rode knopje hier beneden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.